Komt er iemand? Is dit hem? Er komen drie mensen binnen, maar... Nee. Oh nee, dit is hem. Dit is hem. Nieuwe aflevering van de Geergasten. Ik ben Martijn. En ik ben Niels. Nou, hallo. Hey Martijn, ik heb echt afgelopen jaren heel wat afgedate en ik denk jij ook wel, hè, van de slet. En het is mij altijd opgevallen dat de man altijd moet betalen. Ik ben altijd de pineut geweest. Ja, ik eigenlijk ook wel. Ja, en wat nou als we jou eens om gaan bouwen tot vrouw? En dat jij dan alles betaald krijgt. Waarom ben ik weer de lul op dit soort items? Ja, omdat jij gewoon een hele vrouwelijke kop hebt. Omdat ik een keer gewoon heel elegant en subtiel ben ik weer het vrouwtje? Gay zou ik het willen. Oké, als jij denkt dat ik als vrouw zijnde mijn eerste date gaas kan krijgen, dan wil ik dat wel eens voor je gaan testen, Niels. Ja, we moeten jou eerst natuurlijk even helemaal ombouwen tot vrouw. En daarbij krijgen we de hulp van Sophie Milsing. Nou, Sophie, leuk dat je bent. Jij gaat vandaag Martijn helpen in het ombouwen van Martijn tot Martine. Ja, dit was all times. Heel erg veel succes. Ik heb niet het idee dat ik een heel vrouwelijke contour heb. Je hebt inderdaad een hele mooie kaart. En hoe ga je dat wegwerken? Nou, gewoon smeren. Als iemand dit ziet en denkt, wat doet zij? Zij weet het zelf ook. Oh, zeg even wanneer je begint, schat. Ja, nu. Oké, nu. Ja, dat had ik nu wel door, ja. Maar werk je nu mijn kaaklijnen weg? Is dat wel te Nee, ik zet hem juist sterker op. Nee, Sophie! Die kaaklijnen is het probleem. Ja, dit is Hi, John! Met Martine! Gozer, ik voel het op mijn tong, ouwe. Doe eens even A. A. Auw! Sophie! Oké, Marty. Wat vind je er zelf van? Is het hetzelfde als dat wat ik bij mezelf heb gezien? Nee, dit kan niet, jongens. Nou, ik denk serieus dat hier ik denk, ik denk inderdaad ook dat hier met een paar goede foto's dat je gewoon prima een date aan haar kan slaan. Ik ben best wel onder de indruk van je prestatie. Ja, ik ook. Ik denk dat de foto's wel echt wonderen kunnen doen. Ik weet het zeker. Volgens mij moeten we maar gewoon foto's gaan maken en een Tinder-profiel aan maken. Ja, laten we dat doen. Gadverdamme, ik moet even mezelf kotsen. Tinder is gewoon een en al uiterlijk. Dus als jij met een hele knappe vrouw op de foto staat, ook al ben jij misschien niet de knapste, dan denk je in ieder geval, oh, die zal dan wel een hele leuke persoonlijkheid hebben. Mag ik jullie wat vragen? Ja, sure. Mag ik misschien met jou op de foto? Ja hoor. Ik kan er niet naar kijken. Oh, dit gaat zo niks worden dit. Hoe ga ik dit op een date doen? Wacht. Dit is wederom een best wel goed gelukt foto. Maar ik ben er nu echt helemaal klaar mee. Ik wil echt gewoon nu mezelf weer zijn. En dan kunnen we gaan tinderen. Want dat is eigenlijk waar we dit allemaal voor doen. Dus laat alsjeblieft naar huis. Mag ik naar huis, Joost? Ja. Dankjewel. Nou, Joost en lieve kijkers. Dit is mijn Tinder-profiel geworden. Martine, 25 jaar oud. Nummer 2. Gewoon origineel thuis zelfs maken en je kijken. Nou, kom je naar nummer 3. Een foto die ik niet zelf heb gemaakt. En dan deze met mijn bestie in het volgende park. Ik vind deze zo leuk. Dus we hebben nu alle foto's. Ik ga nu alles liken wat op mijn pad komt. En dan kijk wat je beter hebt. Dus tot morgen. Hey Martine. Volgens mij heb jij de afgelopen dagen heel wat afgetinderd. Ik heb heel veel matches. Ik heb een hele goede clip met Martin. Jullie hebben heel veel raakvlakken samen. Nou ja, het begint best wel intiem te worden. Ik weet bijna alles van die vent. Hij is net in Amsterdam komen verhuizen. Hij heeft een IKEA-kast waar hij niet helemaal uitkomt. De kastdeur gaat niet helemaal soepel. Oké. We hebben eigenlijk al een date. Jullie hebben al een date. Ja, we hebben nu een soort van semi afgesproken over 2 dagen om een drankje te doen met een barkarakter. Nou, ik ben heel benieuwd, man. Dus ik moet me nu even mentaal gaan voorbereiden. En dan wordt het dating time. Nou Martijn, het is tijd voor de date. Over 2 uurtjes heb je date. Ik begin nu pas te beseffen waar ik aan ben begonnen. Ik begin ook te beseffen waar ik aan ben begonnen. Het is echt het allerbeste idee ooit. Ik zit over 2 uur als Martine tegenover Martin. Ja. Nadat we gewoon nu wel 3 dagen best wel intiem contact hebben gehad. Jullie hebben een hele goede band opgebouwd. Maar oprecht, het klinkt wel. Ik denk dat jullie een hele leuke date gaan hebben. Het is tijd dat Martijn Martine wordt. Ja. Eén probleem, Sophie kan je niet helpen. Dus deze keer moet je het zelf doen. Ik ga mezelf wel maken. Iets wat ik nog nooit dat kunnen zeggen. Ja. Kijk! Ja.
heel erg bang dat als ik dit stemmetje heel lang moet volhouden, dat het best wel lastig wordt. Ja, snap ik. Ik kan mezelf niet heel serieus nemen. Maar gast, eerlijk is eerlijk. Hey, even eerlijk. Je gaat nog nooit 2 uur met die gast daten. Wie valt hier nou op? Dat kan toch niet, Joost? Nou, dat ging zo vol. Martine, ben je er klaar voor? Nee, echt niet. Ik kan echt wel janken. Ja? Ik kan echt serieus janken. Je hebt nog een uurtje en dan ja, is het moment van de waarheid. Ik zeg, laten we richting het café gaan waar we heen gaan en laten we die helemaal riggen met camera's en alles. Ja, en dan ga ik hem alvast even indrinken. Succes. Neem ook een vignettje voor mij. Boom! Cheers. Ik kan echt niet wachten dat dit voorbij is. Holy shit. Ja, toch. Is dit je eerste Tinder date of wel een beetje aanschouwelijk geweest? Hij kan hier elk moment zijn. Oh, ik wil weg. Ik wil dat echt niet meer. Ik wil niet meer. Perfect. Komt er iemand? Is het hem? Er komen 3 mensen binnen, maar... Nee. Oh nee, dat is hem. Dat is hem. Hey. Hoe was je dag? Veel geknutseld weer. Is het bijna af? Alleen mijn kast deur nog. Die kast deur nog steeds niet? Nee. Nee, en droogje twee. Ja, goed hap. Zie ik dat je eerste Tinder date? Nee. Niet? Voor jou dan? Het is de eerste keer dat ik echt met iemand afspreek. Zo snel ook eigenlijk. Ja, maar ik zit helemaal niet zo lang op Tinder. Ik heb heel lang in een relatie gezeten. Ja, ik probeer een beetje weer in de markt. Ja. Je kent het wel. Hé, hey, Witwijntje. Maar waar ben je dan naar op zoek? Heb je een type? Heb ik een type? Ben ik je type? Ik dacht dat ik een type had, maar dat zou zeggen. Holy shit, dit is bizar. Ze zitten gewoon serieus wijntjes te drinken en over kak te lullen, weet ik veel wat. Ik hoorde net iets Martijn vragen van, wat is je type? Echt, arme Martijn, maar wat tof dat je het doet. En nu hoop dat hij ook nog eens een keer de rekening wil lappen. Alles op de wens hier? Ja. Ik lust nog wel, ja. Kan nog wel een beetje bij, toch? Oh ja. Beetje. Je bent gewoon een player. Je bent gewoon een player. Je bent gewoon een player. Ik denk dat er een player moet ook weer nog meisjes in de WhatsApp-lijst. Ja, ik vind een player omdat jij al een plan B had. Voordat we überhaupt hier zaten. Dan denk ik van, wow. Ik wil van haar toilet. Ik weet niet zo goed wat ik moet zeggen, jongens. Ik zit na 1,5 uur zit ik nog steeds met die vent te kletsen. Hoe kun je nou niet zien dat ik een fan ben? Ik snap er helemaal niks van. Ik ben echt met stomheid geslaagd. Ik ga nu gewoon voorstellen om hier weg te gaan. Om bij een tentje hier tegenover een drankje te doen. Om te kijken of wij inderdaad mijn rekening gaan betalen. Want daar doen we het uiteindelijk voor. Hey, we kunnen hier tegenover nog wel. Ken je Hendrik? Mag bij de rekening? Jazeker. Oké, jongens, weg. Ik moet hier weg. Martijn, wat de fuck is dit? Ja, Reuze, ik ben daar weggelopen. Ik heb gezegd dat ik even iemand moest bellen. En hij zit daar nu nog op mij te wachten. Ja. Ik moet hier nu weg. Ik wil ook echt... Ja, gast, ik kan daar gewoon niet terug. Ik kan het gewoon niet aan. Okay. Sorry, spijt me, maar ik wil hier weg. Ik snap het. Het is gelukt, hij heeft rekening betaald. Hij heeft rekening betaald. Hij was echt super aardig. Echt, sorry als je dit ziet, spijt me echt heel erg. Maar ja, zo gaan die dingen, I guess. Maar vond jij het leuke item? Ja, nee, totaal niet. Het is wel gelukt. Ik vond het een geweldig item. Vond jij het nou ook een leuk item? Doe even een duimpje omhoog. Schiet een beetje op. Ja, like op Facebook. Tot volgende week. Ik boek hem hier. Abonneer.